Ik heb 2 weken geleden een single uitgebracht. Vol met mandolines en accordeon en echt zomersoundje. Dus kom op maar op, de zomer. De nieuwe single, hoe ben je erbij gekomen? Die is geschreven door Gebroeders Co. En ja, Gebroeders Co staat voor feest. En ja, zij, zoals de vorige single, die hebben zij ook voor mij geschreven. En nog wel meer liedjes van hun komen op mijn album. En die komt in september, oktober zo uit. Maar dat betekent dat het album bijna of misschien wel zelfs helemaal klaar is. Nou, donderdag ga ik weer de studio in. Dan gaan we weer 3 liedjes opnemen. En in juni nemen we de rest op. En dan kan het afgemixt worden, ja. Hoeveel liedjes staan er dan in totaal op? Nou, ik denk dat ik op dit moment wel aan de 14 liedjes, 15 liedjes al kom. Dus misschien moeten we iets schrappen, maar dan hebben we dat voor de volgende keer. En weet je voor jezelf al wat eigenlijk nou jouw eigen favoriet is? Allemaal. Bij ieder liedje is weer een apart gevoel. Ja, ik kan niet zeggen van dit is mijn favoriet. Ik vind ze echt allemaal even leuk. En wat voor gevoel heb je dan bij je huidige single? Vrolijkheid, maar dat is bij al mijn singles. Maar ik heb je nog nooit niet vrolijk gezien. Nou ja, kan ook gewoon wel eens niet vrolijk zijn natuurlijk. Maar ik probeer wel zo vrolijk mogelijk door het leven te gaan. Want het leven is veel te kort. De release datum, je zei al, het zal september worden. September of oktober. 1 van die 2. Maar in ieder geval nog dit jaar.